De metadata van de MP3. Geweldig, geweldig. DFM. Dit radioprogramma is niet alleen maar om te luisteren, maar ook om te kijken. DFM. Partij voor de vrijdag. Afro Tros. De nieuwe zeesluis bij IJmuiden zoekt een naam. De naam van de gebarentolk Irma Sluis wordt bij een prijsvraag opvallend vaak genoemd. Moet een tijdje dood zijn, werd er nog overlegd. De vernoeming is dan ook tegen dovemans oren gezegd. Een sluis zo met je naam erop, dat is een beetje raar. Je hebt er weinig aan, maar ach, het gaat om het gebaar. De week is om, het werk is weer gedaan. Maandag, dat is maandag, pas het weekend komt eraan. Zeg, tijd voor een uitzondering. Dit laat je toch niet zomaar gaan. De week is om, het weekend komt eraan. Door een fout bij Mediamarkt kon je een iMac-computer niet voor 2000, maar voor 2 euro kopen. Gastet Emme kocht er 3 en weigert ze terug te geven. Zoek je bij de Mediamarkt voor in je eigen stek. Een superduur computertje en stuit je op zo'n Mac. Als je dat ziet staan voor 2 euro, what the heck. Dan denk je toch bij jezelf zoiets van, ik ben toch niet gek. Ja, klikken die klak. De week is om, het werk is weer gedaan. Maandag, dat is maandag, pas het weekend komt eraan. Voor de originele prijs had hij er dan ook 3 gedaan. Ja. De week is om, het weekend komt eraan. Wie zal het weten? Het abonneerapparaat mag uit. En de frietpan die mag aan. Het is weekend. De week is om, het weekend komt eraan. Nou, bijna 7:08. Het weekend, het is wat tijd voor. Liedeke? Ja? Kun je even kijken uit het raam of er... Grote doorbraak samen met Camel Fat in 2017. Eldenbroek. Cola. Werkte daarvoor ook al samen met Alt J in Disclosure. Maar via Cola leerde de hele wereld hem kennen. En daarvoor nog de Offspring met Self-Esteem. De Offspring met Self-Spring. Ja, we zijn begonnen hoor. De Offspring Band. Ken je die? Nu volgt een programma in de zendtijd voor ludieke partijen. We zijn er tot 10:00. Laat je horen via de app van 3FM. Die is gratis en voor niks. En dan kom je ook nog eens hoor in het Bel Me Wel register. Dan bel ik je gratis en voor niks terug. En hij is erbij. Pieter de Bode. En partijlid Liedeke. Hallo. Van de radio en tot 10:00 neem ik je mee. En we gaan ook nog hier de studio uit. Echt? Wat gaan we doen? We gaan namelijk met z'n allen naar Nijmegen. Oh. Nee, maar zeg maar virtueel. Ah, ik dacht al. Het is een maand van de live muziek. En vanavond speelt in Doornroosje Nijmegen Kimono en de Lindenscheune. En we hebben een beetje iets anders dan vorige week. Vorige week hadden we Hulding. Nu hebben we gewoon even een... Zeg je dat? Preview. Nee, geen preview. Nee. Je bent er wel echt even bij. Maar eventjes. Even stiekem. En dan kun je later kun je allemaal terugkijken met beeld en een soort experience. Oké, okay, vet. Alsof je zo tussen de gordijnen doorkijkt. Ja, dan zijn we er heel eventjes bij. En dit is toch fijn, want dan heb je dit programma en heb je dat. En heb je eigenlijk alles wat je wil. Vet. Ja. Wat zit er in het koffertje? En het koffertje gaat open. Mag ik hem nu alvast openmaken? Nee. Waarom niet? We moeten hier toch weten. Het is toch een beetje voor een kind van 3 bij ons hebben. Ik wil zo graag weten. We weten toch dat het om rond een uur of 9:30 gaat hij open. Ja, maar ik probeer het toch. Het is de eerste vrijdag van de week. Dat staat er ook op. En daarom gaat het koffertje open. Dat is elke eerste vrijdag van de week. Maar ik mag toch wel alvast stiekem kijken. Het begint echt een beetje treurig te worden, toch? Nee, mag dus niet. Vorige week ook al niet. Kijken of het deze week? Nee, deze week nog steeds niet. En sterker nog, volgende week... Ook niet. Weken na? Huh?
Nee. Nee, half negen, het koffertje van de radio, wat zal erin zitten? En ik kan je vertellen, het is heel leuk. Ja, doe het nou. Ja, nou, dus echt, nou ga ik en nou. Ik ben benieuwd. Ben ook benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Je luistert naar de radio. Het is best wel een aparte show. We gaan ook iemand bellen. Vrijdag. Ja, wie dan? My bones. En can't stop the feeling. De ahoy break, hè? Live gaat hij gewoon door natuurlijk hierna. Ja, en dan gaat hij de tang. Patoe, patoe, tang, tang, pam. Got the feeling. Het is Partij voor de Vrijdag. We gaan straks overschakelen naar Doorn Roosje in Nijmegen. En voor die tijd, ik doe even met één hand zo. Even dat ding aan. Kun je bellen naar de radio 0909-1336. Kom maar door. 0909-1336. Ah, goedenavond. Hallo, goedenavond. Zijn we live? Ja. Oké, heftig. Tom. Hi. Wat is er? Ik dacht, ik bel een keertje gezellig. Is dit heel spannend of een beetje zo erotisch? Want ik weet niet precies wat jij wil. Is het een soort erotische vibe waar je in zit of een soort spannende vibe? Wat voor vibe krijg jij ervan? Tom. Nou, zal ik ervan zeggen, Tom? Wat klopt trouwens dat je mijn naam zo weet. Ik hoorde meteen dat je uit was. Beetje licht in mijn hoofd te worden van die adem. Ja. Wat kan ik voor je doen? Nou ja, ik dacht ik bel weer een keertje. Ja, bellen. Fijn om je stem te horen. Ja, toch. Oh, sorry. Wat kan ik voor je doen? Ja, goede vraag. Nou, ik vroeg me eigenlijk af. Ja. Je valt gewoon niet doorheen te praten. Jawel hoor. Wat vroeg je af? Ja, droog jij even rustig af ondertussen? Ja. Hey, Oh, je bent al klaar? Ja, gewoon hoe het hierin gaat. Ja, dat gaat zo snel. Ga je goed? En met jou? Ja, prima. Nou, hartstikke goed. Wens ik jou een fijn weekend, Tom. Nee, ik heb geen weekend. Maar goed, maakt niet uit. Wat ga je doen? Werken. Sommige mensen moeten werken. Wat moet je doen? Wat doe je voor werk? Klantenservice. Oh, ja. Wel heel leuk. Nou, top. Dit gesprek is trouwens uitgezonden voor trainingsdoeleinden. Oké. Okay. Sorry daarvoor nog. En een fijn weekend. Niet. Morgen werken. Maandag. Ja. Doei. Doei. 0909-136. Ik ben Robbie. Wie ben jij? Hé, hey Rob. Hey, ik ben Theo. Ja. Dan gaan we weer. Theo. Ja, ik vroeg mij alleen af. Hey. Oh, stop de muziek. Dit is echt een ding. Theo. Ik vroeg mij alleen af. Hey. Of Eva
zeg maar, mijn kaartje niet is vergeten. Oh, had je een verjaardagskaart gestuurd? Nee. Ja. Eva Koolman is jarig. Hoe ziet hij eruit? Nou, het was in ieder geval een roze envelop. Even kijken hoor. Met, een kaartje, zeg maar. En met, ja, ik zie hem. Ik zie hem hoor, denk ik. Nee, grapje. Even kijken, een kaartje. Dit is de prullenbak, was een grapje. Nee, ik denk dat ze mee heeft genomen, Theo. Ah, top. Had je er gewoon bij. Alleen een brief in gedaan? Nou, het kaartje, ja precies, de kaart. Oh, wat leuk. En mag ik vragen, Theo? Nou, ik zou je even vertellen ook. Ik stuur haar ook elk jaar een stuurkaart. Dus een kaartje voor haar verjaardag. Ja. En een kerstkaart. Een kerstkaart. Keurig. Ja, Theo, even een beetje, ik merk een beetje, wat heb je met je stem? Hey, nou, ik ben in ieder geval vroeg geboren. Oh ja. Dus sowieso. En ik heb er dus ook toen, zeg maar, een heese stem aan overgehouden. Ja, precies, precies. Ik dacht al even. Ook, ja. En ik heb ook. P.O.P.D. Dus. Mm-hmm. Vandaar eigenlijk op. Wat de reden? Ja, ik zou bijna zelf. Het klinkt heel heftig, alsof je bijna geen lucht krijgt. Nou, ik heb wel inderdaad af en toe wel een beetje moeilijk met ademhalen. Ja, dat merk ik wel, ja. Ja. Ik neem het bijna van je over, als ik het hoor. Maar nee, ik denk dat ze de kaart dus heeft meegenomen. Helemaal fijn. En als ik er zie, dan zal ik er even aan herinneren. En een prettig weekend. Is goed, Rob. Ook jou. Hey. Dag Theo, blijf luisteren. Doe ik. Hoi. Hallo, met de radio. Met wie spreek ik? Hallo, Rob en vrienden. Pieter, Liedeke, met Eva. Hey, Theo, Eva. Eva. Is Theo er nog? Ja. Theo. Eva. Nou, Eva. Theo. Natuurlijk heb ik je kaartje meegenomen. Er stond nog zo'n lief detail ook op. Geniet van de wijn en van de vegetarische hapjes. Nou, dat ga ik zeker doen hoor. Mooi zo. Heel fijn. Heel fijn. Dankjewel, Theo. Heel lief. Goed hoor. Dag gedaan. Dat is fijn. Okay. Ja, maar Theo was helemaal in de war. Die dacht dat misschien ben je wel niet meegenomen of zo. Je hebt helemaal op de webcam zitten kijken. Ja, precies. Ja, natuurlijk heb ik het meegenomen, maar ik heb ook al een appje gestuurd hoor, via de 3FM-app. Van, klopt helemaal goed. Klopt. Iedereen blij, want niemand mag 10 juli alleen zijn. Precies. Allebei een prettig weekend en tot de volgende week. Leven Eva en Theo ook misschien, hè? Ja. Even weten, toch? Ja, leuk. Blijven luisteren. Nou, iedereen blij. En dan weet ik een beetje hoe het land erbij zit. Zometeen zijn we live vanuit Don Roosje, Nijmegen. Goedenavond. Vrijdagavond. Iets na 7. Bijna 7:30 zelfs. Dan gaat Rob weer van de rem. Nou, dames en heren, we zijn begonnen. We zijn begonnen. Laat je lekker linken. Een prettig weekend. Op 3FM. Oh, wat een prettig weekend nu al. Prettig weekend. Op 3FM. Duffy but Thieves. Een prettig weekend op 3FM. Laat het nog even weten hoe jij erbij zit, want die telefoonlijn die kan op any moment deze show opengaan. En de vierde F van 3FM is het gratis. Dit is de Real Love Song, nieuw op de radio. Duffy but Thieves op 3FM, vrijdagavond, partij voor de vrijdag met Real Love Song. 3FM. De maand van de live muziek. Ja, we gaan op reis deze maand. En jij mag mee, we gaan iedere maand, deze maand, iedere weekend vanuit 12 provinciën verslag doen van acts die daar speciaal voor ons en voor jou optreden. En vanavond zijn we te gast bij Doorn Roosje in Nijmegen. En daar treedt op Kimono. Je kunt alles meekijken zometeen via 3fm.nl/live. Linne Schoen is er ook nog. En wie daar ook is razende reporter Luc Saneel. Luc, goedenavond. Hey, goeie avond. Rob, inderdaad, hier live backstage
in Doornroosje, Nijmegen, waar kimono rondloopt, waar Linde Schön. Nou, inderdaad, kimono. Hey, hallo, goeie avond. Je gaat zo meteen het podium op. Ben je daar dan nu nerveus voor na een lange tijd niet echt het podium die je hebben te kunnen uithangen? Of ben je er cool onder? Nou, ik ben meer nerveus van hoe de situatie is, zeg maar, met stoelen en zo. Dus voor mij is het van, gaan we dansen, gaan we zingen? Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten, dus daar kijk ik meer naar uit dan dat ik echt zenuw heb. Maar we gaan het zien, denk ik gewoon. Het wordt anders dan anders waarschijnlijk inderdaad, want iedereen zit gewoon braaf op stoeltjes, 1,5 meter uit elkaar. Stage diver zou ik afraden. Shit, ik was wel van plan om te gaan stage diven, zeg maar dan doen we dat gewoon niet vandaag, andere keertje of zo. Hoe is het om veelvuldig op 3FM gedraaid te worden met je laatste single en toch niet dan dat het op te kunnen treden, daarmee het land door te kunnen? Is dat frustrerend? Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik wel aan de ene kant blij mag zijn, want aan de andere kant weet ik niet of ik, zeg maar, 3FM talent was geweest zonder deze quarantaine, moet ik ook heel eerlijk in zijn. Want deze track is wel meer gemaakt in mijn quarantaine vibe, dus ja, ik dank de quarantaine alleen maar een soort van, man. Dat ik gewoon hier mag staan. Dat is het meer gewoon, ja. Ja. Ik ga vast even voor je kijken of Nijmegen er een beetje klaar is. Blijf vooral hier, bereid je nog even goed voor. Dan ga ik nu de zaal in vanuit de backstage door de gordijnen. Aha, door de gordijnen. Nijmegen, een hele goede avond! Kijk, lekker. Nou, zijn jullie een beetje klaar voor een paar leuke optredens? Hebben jullie er een beetje zin in? Dan wil ik u nu graag een heel, heel, heel groot applaus voor het eerste optreden van deze avond. Kimono! Kimono live vanuit Nijmegen. Wow! 3FM. De maand van de live muziek. Kimono. Het gaat nog eventjes door op Facebook van 3FM. En is daarna ook terug te kijken via 3fm.nl/live tour. Straks hier live vanuit Doornroosje Nijmegen, Linde Schöne. Ik zeg wel straks, maar het is wel echt na het nieuws van 8 uur. En na het 2-categorieën-spel komt er zo meteen aan 1975. Daarvoor If You're to Shine. Eerst Tones and I. You're so fucking cool. Sex, sex, sex. Everybody's talking about sex. Everybody's talking about ex. Ja! Geen probleem. Depeche Mode. I just can't get enough. Het 2-categorieën-spel. Met Rob van de Radio. Iedere vrijdagavond om iets voor 8 dan spelen bij het 2-categorieën-spel. En dan wordt er aan een rad gedraaid. In dit geval gaat dat doen... Partijlid Liedeke! Ik doe het nog altijd. Niet alleen in dit geval. Dat is maar net hoe de wind waait, hoor. Oké, okay, nou, mag ik dan vandaag? Dat zei ik net. Wat leuk. Ja. Nou, partijlid Liedeke! Daar gaat ie! Zo! Flinke zwiep! Vanmiddag heb je het ook al gedaan. In radio op een broodje. Trouwens, heb je dat gezien? Dat die was een technicus in de studio vanmiddag. Ja, ook ik zag een foto daarvan. Maar wat is er gebeurd dan? Ja, die die was de computer van Liedeke aan het regelen. Daar was iets mis mee. Ja. En toen deden we het 2-categorieën-spel. En die stond er gewoon nog steeds, die man. En toen ging die gewoon ook de eervolle vermeldingen mee voorlezen. Hij ging niet weg. Nee, nee. Ik zeg, we gaan zo... Ja, maar ik moet eerst eventjes zitten. Ik denk, nou zal ik hem hebben ook. En hoe dat ging, vind je op mijn tijdlijn. Ook op Instagram. Rob van de Radio. Of een keer, Tom. Rob van de Radio. Ah, kut. Slotje eraf. Hoes. Nou, dat is helemaal te... Rob van de Radio. Ook op Instagram. Hoe schrijf je dat? Je schrijft het gewoon zoals je zegt. En als je toch bent, volg dan eventjes, want dan... Dan volg je Robbie elke dag. Content. Jezus. Dit vertel je ook alleen maar zodat je dat een keer kan gebruiken. Zeker. Top. En het is echt een leuk filmpje geworden. Ik zie geen reden meer om niet naar Instagram te gaan. Rob van de Radio. Ook op Instagram. En als je dus denkt... Hoe schrijf je dat? Hoe schrijf je dat eigenlijk? Je schrijft het gewoon zoals je zegt.
Rob van de Radio dus. En als je dat toch bent, kun je op volgen klikken. Moet je maar net zin hebben. Ja. Ik heb bijvoorbeeld gisteravond, gisteren. Oh, misschien staat het er wel niet meer op. Dat is wel een rake imitatie gedaan van Ferry Bouwman van Undercover. Ja, die flikker, jongen. Hij kruikt jouw soort van mijlen weg. Ben ik aan je woud? Of weg? Weg! Deze schoen? Weet wat gedaan? Deze schoen is kapot, jongen. Huh? Moet ik je naar de kleermaker brengen of niet? Of zal ik jou ergens naar de kleermaker brengen? Nou, meer leuk van dat soort dingen. Rob van de Radio. Dan volg je Rob elke dag. Eervolle vermeldingen krijg je straks. Eerst, wat is het geworden? Lichaamsdelen en vrije tijdsbesteding. Vrije tijdsbesteding? Is het het vooroorlogse rad waar je aan hebt gedraaid? Ja. Het had ook snoep voor een cent kunnen zijn. Vrije tijdsbesteding. Vrije tijdsbesteding. Ik doe heel graag de vrije tijdsbesteding. En lichaamsdelen. God, tja. Verkontie. God. Wat flauw. Frequentie, koekoek. Ik ben heel blij mee. Hoe is dat? Netflix en Bill. Nou, het niveau is wel hoog ook, ja, hè? Sowieso. Nou, nou, nou. Ah, billen. Ah, poep. Lichaamsdelen en vrije tijdsbesteding. Knielen. Ja, gewoon kwaliteit. Knielen, hè? Ja. Ja, kijk maar. Ja. Dat is gratis en kost tevens niks. En dat is gratis! Oh, dat zongen ze al. Drijvende kracht achter de teksten van Anouk, Diggy Dex, Duncan Lawrence, Kygo. Komt uit Nederland, heet Martijn Konijnenburg. En hij vond het tijd om zelf ook eens in de schijnwerpers te staan. En dacht hij, ja, Martijn Konijnenburg, ik weet het niet. En toen werd het Gold Kimono, goeie keus. Het twee categorieën spel. Met Rob van de Radio. We spelen vandaag lichaamsdelen en vrije tijdsbesteding in het twee categorieën spel. Dan kon je iets voor insturen via de gratis app van 3FM. En als je het leukste bent, dan mag je grabbelen in de grabbelton. En dat gaan we zo doen. Eerst de eervolle vermeldingen. Voor lichaamsdelen en vrije tijdsbesteding. Roy die zegt... Elleboogschieten. Netjes. Leuk. Van elleboog en... Ja. Paul, kleiduiven tieten. Dat is ontzettend flauw. Ja. Kleiduif tieten. Brosten. Piet die zegt tenieren. Tenieren. Lichaamsdelen en vrije tijdsbesteding. Oscar, heel rennen. Netjes. Koen, Ordic walking. Tim die zegt escape romp. Escape romp. Dat is mooi hoor. Dat is moeilijk ook hè dan. Ja. Lichaamsdelen en vrije tijdsbesteding. Marten. Kutselen. Ah, het niveau is hoog vanavond. Ja hoor. Oh. Toch lachen. Simon. Timmel. Flauw. Skatebaarden. Ja, leuk. Nou, ik ga lekker skatebaarden vandaag. Skatebaarden, heerlijk. Kimberly heeft het over balzak lopen. Maxime. Bingo. Bingo. Dat is mooi, hè? Ik heb wie heeft er allemaal bingo? Guido. Baljarten. Ja, natuurlijk. Baljarten. Niels. Jeu de smoele. Lichaamsdelen en vrije tijdsbesteding. Michelle. Lekker even een avondje kuit gaan. Ruben. Een dagje duimrel. Of duimrel. Ja. Deze vind ik ook mooi, hoor. Ursula. Gaat een dagje hypofietsen. De hypofyse, hè? Wat is dat? In je hoofd zit hier. De hypofyse? Ja. Is dat een vrije lichaamsdeel? Ga je nou weer... Is het weer zo dat jij dan alles kent en wij helemaal niet? En Ursula? Je weet waarschijnlijk wel zelf. Weet toch wel wat de hypofyse is? Nee. Wel, dat weet je wel. Dat is waarschijnlijk een lichaamsdeel. Het maar klinkt wat wel bekend biologie derde jaar. Volgens mij zorgt je hypofyse ervoor dat je ademhaalt en je hart klopt. Dus dingen die je niet, zeg maar... Dat is een beetje automatisch gaan allemaal. Ja. Ik ben zo blij met mijn hypofyse. Nou, echt. Ja, je mag je dankbaar zijn, hoor. Wat zegt Ursula dan? Hypofyse. Dat was echt ellendig. Ik ben blij dat het niet mijn grap was, zeg. Hypofyse. Ja. Ja.
is Matthijs uit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Je hebt sowieso gewonnen. De poster van Partij voor de Vrijdag. Kijk eens eventjes. Oh. En, zo, oh, nou, op de kop. Zo. 3fm.nl/live. En maandag weer op YouTube om 4 uur. Dat is ook een YouTube-serie, hè, dit programma. Als je dit denkt, oh, dan wil ik een keer zien hoe het in de studio is. Check dat. En de stickers. Kijk even, die kun je gewoon plakken. Want dan kun je de partij promoten. En iets uit de grabbelton. Maar eerst, jouw winnende inzending voor lichaamsdelen en vrije tijdsbesteding. Diep zeebuiken. Diep zeebuiken brengt jou bij de grabbelton van 3FM. Daar zit Liedeke met de hand in. Ik gooi jou er eventjes bij, Matthijs. Daar ga je. Matthijs? Ja. Kijk even. Ja, stop maar. Oh, stop al meteen. Zo. Wat heeft Matthijs gewonnen, Liedeke? 2 gootsteenzeefjes. Voor de mensen die niet meteen een beeld hebben, gootsteenzeefjes. Die kan je in je gootsteen doen en dan gaat niet alles er doorheen. En dan kan je daarmee opvangen en weggooien. Als je de afwas hebt gedaan of zo. Hoe ziet dat eruit dan? Als een soort zeefje voor in de gootsteen. Als een, wat is het, 10 centimeter diameter? 10 centimeter, dat is geen 10 centimeter. Oh, dat ronde, ondiepe dingetje dat in het, precies in het rondje van je gootsteen past. Ja! Ah, precies. Ja. Is dit, nou, hoeveel is dit? 7 centimeter ja, dat is diameter. 7, 6. Ja, en er staat bij, zo lekker als een zeef. Ja. Leuk zeg. Nee, niet echt. Je hebt 2 gootsteenzeefjes gewonnen. Matthijs, wat ga je ermee doen? Ja, in de gootsteen stoppen. Ja. Eentje dan, hè? Want anders gaan ze op elkaar liggen en dan stond hij ook. Robbie, Robbie, Robbie. En dan wens ik jou een heel fijn weekend. Prettig weekend dat zelfs. Hetzelfde. Fijne uitzending. Ja, hou door, Matthijs. Robbie, Robbie, Robbie. Rij niet in de vangrail bij het horen van die stem. Hallo. Robbie, Robbie, Robbie. Je weekend is begonnen met hem op 3FM. Live. En daarvoor Rihanna. And please don't stop the music. Jullie schrokken, hè? Ja, ik dacht, waarom doe je niks? Gaat er iets mis? Maar dat was een grapje. Ja, want zij zegt, please don't stop the music. Wat was, ja. Oh, je snapt hem nu? Ik snap hem nu. Maar, ja. Sorry. Ik snap hem nu pas. Ik denk, hoezo? Je bent toch DJ? Je moet toch gewoon op tijd alles instellen? Oh, jij dacht dat het niet expres was? Ja. Dat was, please don't stop the music. Ha. Mag ik? Radio. Je hoorde er al even. Partijlid Liedeke. Mag ik nu praten? Oké. Okay. Ik wil weten wat er in het koffertje zit. Mag ik hem alvast openmaken? Nee. Het is nog 4 minuten, toch? Ja, dus? Dan is het 8:30. Ja, ja. En dan gaat het koffertje open. Ja, en is het dan nu al? Of is het al over 4 minuten? Maar ik vind het close enough. Nee. En we nog slecht nieuws, want ik ga het uitstellen. Hoezo? Ja, want er zijn allemaal draaiboekdingen. En we gaan eerst eventjes naar Linde Schöne. Ja, ik vind Linde Schöne heel leuk. Maar dat koffertje vind ik ook heel leuk. En in Don Roosje in Nijmegen staat ze klaar. Ze gaat zo meteen optreden. En dat zou wat eerder zijn. Mm-hmm. Maar dat is nu wat later. En daarom doen we het koffertje na Linde Schöne. Kunnen we niet het koffertje tijdens Linde Schöne? Ja, maar dan weet iemand het. Ja, maar ik wel. En jij wel. Ja, en daar gaat het allemaal om, lief. Pieter de Bode! Jawel. Pieter de Bode is er ook. En je luistert naar Partij voor de Vrijdag. Rob van de Radio hier. Als je mee wilt doen in dit programma kan, dan moet je even een appje sturen via de app van 3FM. En dan bellen we je gratis even niks terug. Dus als er dan een onbekend nummer belt nog vanavond ergens voor 10, dan zijn wij het. Ja. Dat is wel eens nog het probleem. Neem mensen niet meer op ineens. Moet ik nog even uitleggen wat de hypofyse precies doet trouwens? Want nee. Ik heb helemaal uitgezocht. Oh. Nee, nog geen moeite. Partij voor de Vrijdag. Dus, Liedeke? Eerst het koffertje openmaken. Eerst in de Schöne. Dan het koffertje openmaken. En nu? Het koffertje openmaken. Nee, nu? Muziek. Van St. John Roses. Rose.
Je hoort een gespannen zaal van Doornroosje in Nijmegen. En wij zijn daar vanavond met 3FM. 3FM, de maand van de live muziek. Ja, dat wordt een feest. Kimono heeft daar al opgetreden. Deze hele maand, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, in het teken van live muziek. Iedere avond zijn we ergens in de 12 provinciën. We doen het hele land aan. Alle podia gaan we langs. En vanavond is Doornroosje Nijmegen. Want Linde Schöne gaat er optreden. En we gaan even een paar liedjes uitzenden op de radio. Je kunt op Facebook het hele optreden volgen. Maar ik pik er even graag een paar mee. En onze verslaggever is daar, Luc Saneel. Luc, goedenavond. Een hele goede avond, Rob Jansen. Nijmegen, laat je horen! Zo, inderdaad, het is heel erg gezellig hier, zoals je hoort. Net een waanzinnig optreden gehad van Kimono. En nu ook echt een heel speciaal optreden. Want voor het eerst sinds 2 jaar staat ze weer op de bühne. Het is een thuiswedstrijd, ze komt uit Nijmegen. Dus ik wil ook echt dat ze zich heel erg thuis voelt hier. Laat je horen, Linde Schöne. En later terugkijken kan ook 3fm.nl/live-tour. Gaan we dan nu het koffertje openmaken? Nee. 3FM. Zometeen. 3FM Talent. Even Goldman Talent. Wie alles zometeen... Zeg nou even. Is niet door de plaat heen praten. Jij praat door de plaat heen. Het duurt alleen maar langer. Jij praat door de plaat. Alleen maar langer zo. Nee, ja, goed. Go. Play. 3, 2, 1. Hup. Hup. Ja. Kalm. Hup, Coldplay, hup. Coldplay? Nee, Goldband. Ik ben helemaal in de war. Ga nou maar. Het zegt wrijf in de vlek dit. Ja. Gewoon stop met praten. Ik zeg stop niks. Stop met praten. Ik zeg niks. Wrijf in de vlek. Stil nou. Nee, ik niet. Ik ben helemaal prima. Ik ook. Nee. Ik doe niks. Nee, stil. Anders maak ik hem gewoon zelf open, hè? Nee. Kun je gewoon je mond even houden, alsjeblieft? We proberen een serieus programma te maken. Een punt. Ja. Ja. Ik zeg niks meer. Dit is 3FM Partij voor de Vrijdag. Zometeen gaan we het koffertje openmaken. Maar nu nog niet. Eerst gaan we luisteren naar Goldband en de wereld. Wat lach je nou? Ik moet altijd lachen als ik zenuwachtig ben. Waarom ben je zenuwachtig? Ik wil weten wat er in het koffertje zit. Welk koffertje? Dit duurt lang. Het duurt echt nog alleen maar. We hadden al halverwege. We konden al bijna eruit kunnen zijn uit de Goldband. Ik ben nu stil vanaf nu. Nee, het hoeft niet. Je mag doe je ding. Oké, wie langs zijn mond kan houden vanaf nu? En dan krijg je een plasketting of wat? FM. Laat je Nederlands talent horen. 3FM Talent. Of wil je nog ergens over hebben? Nee, ga dan!
Rob van de Radio. En dan nu de opening van het koffertje. Yes, eindelijk. Het is de eerste vrijdag van de week. Dat staat er ook op. En dat is een bijzonder moment, want alleen de eerste vrijdag van de week gaat het koffertje open. Vorige week zat er een mededeling in over Show de Boelen met stoelen. Mm-hmm. En, luister eens. Er zit iets hards, iets fysieks in. Oh. En ik weet al wat, jullie natuurlijk nog niet. Nee, dat klopt. Maar ik heb... jij weet het ook nog niet, Liedeke. Nee, ik weet het ook nog niet, nee. Ik heb op de deurmat namelijk gekregen van de week een heel klein wit envelopje met een heel gekrabbeld adresje erop. En ik heb hem thuis al even opengemaakt. Daar zit... Ik had er een plakbandje op gedaan, want anders viel het ding eruit wat erin zat. Ik vond het wel geinig om die envelop even te laten zien. Daar zit... Helemaal stuk scheuren ook meteen nu. Een USB-stick in. Oh, ik vind het zo spannend. En een briefje. Een briefje ben ik vergeten, maar dat weet ik, want ik weet wat erop stond. Het was namelijk een brief van mijn oom. Oh. Jouw oom? Mijn oom, ome Rien, uit Brabant. Is het van de vaderskant, Rien Jansen? Van vaderskant, Rien Jansen. En Rien hebben wij ook aan de lijn. Rien, goedenavond. Goedenavond, Rob. Mysterieus gedoe. Ja, ik vind het wel erg mysterieus, hoor. Bedoel, je had me ook een mailtje kunnen sturen. Hè? Nou, maar ik denk, ik zal eens een envelopje doen. Ja. Die heeft de PostNL ook weer werk. Ja, precies. ik heb stiekem al even geluisterd wat er op het USB-stick staat. En ik weet ook wat de bedoeling is, maar je moet misschien even vertellen aan de mensen die nu luisteren wat jouw probleem is. Want mijn oom Rien heeft een probleem. Nou, dat is niet het allergrootste probleem, hoor. Nee, zeker niet. Er zijn erge dingen in de wereld. Erge dingen in de wereld. Nou, het is zo, Rob. In 2012 was ik toch wel eens druk met het opnemen van muziek vanaf het internet. En dat ging dan via torrent. En de Pirate Bay en zo, wel dat soort dingen allemaal. Niet hard op zeggen, dan komen ze je opzoeken, hè? Dat mag allemaal niet. Maar dat is over nou. Oh, dat is waar eenmaal. Ja, oké. Okay, ja. Dat is waar eenmaal. Ja, dat is nu niet meer. Nee, precies. Ga door. Nou, dus ik had een hele zooi muziek gedownload. Ik denk, het zal wel goed zijn. En er zit er één nummer tussen. En dat vond ik best wel aardig klinken. En dat past ook wel een beetje bij mij. Daar zit een beetje... Ja, hoe moet ik het zeggen? Er zit daar wat melodie in, een beetje tempo zit erin. En nou klus ik bijna nog wel eens een keer iets, klus ik wel graag. En dan heb ik wel eens muziek nodig om tempo te houden. Je klust graag in de schuur, een beetje zo. Ja. En dan is dit natuurlijk wel heel mooie muziek om er vaart in te houden. En wat is het probleem? En het probleem is dat ik niet weet wie het gecomponeerd heeft. En dat ik ook niet weet hoe het nummer heet. Waar het vandaan komt en niks. Je weet helemaal niks? Nee. Hoe kom je hier dan aan? Hoe kom je aan dit bestand? Nou, dat zat in die file van... Ja, gewoon in de verzamelmap. Ja. Ah, precies. Nou. En die had het nummer 5 heette het daar. Ja, nummer 5. Van de cd 5. Waarschijnlijk. Ik denk dat het nummer 5 van een cd was. Ja, precies. En de vraag is dus nu? En de vraag is... Wie kent het? Ik ben niet zo heel erg slim, maar ik had toch wel een programmaatje gevonden waar dus muziek aan detecteren. Soundhound, kan dat? Ja, Soundhound, ja zeker. En Shazam? Shazam, ja. Ik ken het, geen van bijen. Precies. En toen dacht jij, ik ken mijn neef werkt bij de radio. Ja, die weet dit, die kan alles. Ja, ik was radeloos, dus ik denk, ik moet het ook weten. Slim. En ik denk, Rob, er is niemand zo slim in muziek als Rob. Nou heb ik, eigenlijk als ik ben, want het zit een beetje in de Janssens kant. Ook zijn zem aangezet. Ja, tuurlijk. En er kwam inderdaad niks uit. Nee. Dus bedankt, maar we weten het niet. Nee, ik ga het laten horen. En de vraag is dus, het is echt crowdsourcing is dit, hè? De vraag is, ja, dat noemen ze crowdsourcing. Je hebt meer mensen weten één dan één. Meer mensen weten meer dan één mens. En je hebt best wel veel mensen die luisteren. En ook veel mensen in een soort gekke instrumentale hoek op de een of andere manier. Ja. En die weten misschien wel wat het is. Ik ga het afspelen. Gaan we er even naar luisteren.
Maar het is wel al bollig hoor, Rob. Is, ja. Is het wel gewaagd? Nee, maar er is in dit programma helemaal geen probleem. Oké, nou het is alles goed. Ben je, oké, dus we gaan luisteren. Dit is het muziekje dat mijn oom Rien zoekt. En de vraag is, wat is het? En wie is het? Jimmy, jij weet misschien wat er is? Ja, ik heb een flauw vermoeden. Ik heb vroeger een hele verzameling met LP's gehad. En daar zaten heel veel LP's van James Last bij. En dat klinkt heel erg naar dat soort muziek. Dus ik denk dat hij het in die hoek moet zoeken. Maar zover kon ik in principe ook komen. Want ik ken James Last ook, maar... Ja. Rob. Ja, Rien. Oma Rien. Ik had het idee dat ik misschien moest zoeken in de hoek van Roberto Delgado. Ja, je kunt mij alles vertellen, maar ik heb geen idee. Wat is dit nou opeens? Ja, Rob, jij weet het. Nee, ik weet het dus niet, Rien. Oh. Jij had misschien gedacht dat ik jou nu de uitslag ging geven. Oh. Ja, natuurlijk. Nee. Nee, ik niet. Dus ik hoop dat er iemand is die luistert. Ja. Die denkt, want... Hallo, met de radio? Hey, Rob. Hoi. Met Rijn. Rijn. Met Rijn. Hallo Rijn. Geen Rien, maar Rijn. Ja, Rijn en Rien. Ik zou als ik jou was even je voorganger bellen. Michiel. Welke Michiel? Veenstra. Waarom? Die weet het echt. Nee. Dat swear you, ja. Ik zou hem gewoon even proberen. Ja, kan. Iets met James Last en iets in die hoek. Ja, nee, maar ik ken alles van James Last. Ik ben ook zo'n nerd. Ik weet zeker dat dit, als het iets van James Last was, had ik het zeker geweten. Ook zo'n nerd. Maar ik kan Michiel even bellen. Ja, gewoon doen. Even kijken hoor. Heb je het nummer? Nee. Ik dacht nee. 3-1. Nee, stilhouden. Hou op. U bent verbonden met de voorspelling van chaos is dit. Hoe kom ik terug bij iets? Cancel, nee. Hoe kom ik terug bij... Wat een kutsysteem is dit dan? Ik ben een vraag even terug straks. Oh, dit is echt de voicemail van mijn oom Rien. Ik dacht dat... Nee, dat was een grapje maakte. Wacht even. Nou, dit is een soort nare droom waar we nu in zitten. Maar gelukkig duurt hij. Hebben we wel lekkere muziek op de achtergrond. Iemand zegt, ik weet niet wat het is, maar ik wil het wel de hele dag luisteren. Ik dacht, mijn oom is grappig en die doet zijn voicemail na. Maar dat was niet. Nee, Rob. Michiel. Hallo? Hallo. Met wie spreek je? Met Michiel. Welkom, Michiel. Welkom, Michiel. De vraag is, met wie spreek ik? Ja, ik spreek met Rob van de radio. Rob van de radio zelf? Ja, oh, het is wel echt Michiel. Sorry, je klinkt heel anders op de telefoon. Ik ben op mijn hoede. Ja, dat snap ik. Ja, dat ken ik. Dan zeg ik gewoon... Ja. Hallo? Wie bent u? Ja. Wie bent u? Ik ken dat. Michiel, het is vrijdagavond 3FM hier. En we hebben mijn oom aan de lijn. Huh? Goedenavond. Ja, en het is Rien. Rien van de radio. Dit is van de familie van de radio's kant. En die hebben een... dat is een hele gekke tas dat. En die hebben... die zoekt een melodietje. En we belden net de luisteraar. Die zei, je moet Michiel bellen, die weet dit. Dus de vraag is, wat is het muziekje wat op de achtergrond loopt? Ja, er komen heel veel mensen met James Last binnen, maar dat nee, is het niet, toch? Ja, sorry hoor, ik heb hier de Kink Almond op 1000 staan. Ja. Stop de tijd, ik dacht al, wanneer komt-ie? Het heeft nog lang geduurd. Nee, maar James Last is wel iets met trompetten en er zitten wel wat trompetten in, maar... Ja, ik sluit het ook niet uit. Ik ken niet alles van James Last, daar ben ik trots op. Ja, precies. Hier komt nog een keer het hoofdthema.
Wacht even, ik... Met een gitaar dus. Dan heb ik eerst stereo, nou stereo, maar dan heb ik ongeveer twee oren. Dus oh ja, altijd. Ja. Ja, dit is toch onhandig, hè? Tam, pam, pam, pam. Nou, het is, ik weet, zeker, ik weet bijna zeker dat het geen James Last is, omdat het, het hoofdthema wordt gespeeld door een soort xylofoon. En dat zou James Last nog doen. Ja, maar is het geen Disney-attractie dan? Dit? Ja. Rien, wat heb je allemaal al geprobeerd om erachter te komen, behalve Shazam? Nou, Spotify aanzetten en kijken wat Roberto Delgado doet en wat James Last doet. Ja, gewoon Spotify aangezet bij het begin. Kijken wat er allemaal op Spotify staat. Ah, Abba, nee, deze niet, dit album niet. 16 albums van Abba geluisterd. Nee, het zat er allemaal niet bij. Backstreet Boys, nou, even kijken hoor. God, hoe komen we hier nou uit? Niet? Ja. Er moet iemand zijn. Kijk, dit programma is ook een podcast. Komt iedere maandag uit. En er zijn ook heel veel freaks die alleen maar dat luisteren. Als je nu luistert en je denkt, ik weet wat dit is. Stuur even een mailtje, rob@3fm.nl. Dan komen we de volgende week even op terug. Ik heb het gevoel dat het iets van een attractie moet zijn of zo. Echt waar? Het klinkt bijna iets Efteling-achtig of zo. Ja, nou, dan had ik het zeker geweten. Ik zeg het, daar heb je al een paar kennis van in de buurt. Ja, nee. Het klinkt wel bekend, hè? Niet dat ik zou opgezetten, dat ook weer niet. Rien? Ja, Rob, je weet wat wel is. Het is wel een leuk muziekje om lekker doorheen te lullen. Nee, ik ga hem absoluut houden. En ik ga hem ook Ome Rien noemen. Ik geef al mijn muziek. Muziek is een nieuwe eigen naam, zodat ik het zelf gewoon kan vinden makkelijk. Ja. En deze is wel binnen, hoor. Nummer 5 dan, hè? Nummer 5. Rien nummer 5 wordt dit, ja. Ja. Maar, open einde. Ja. Ja. Nee, we gaan hier nog wel. Ooit komt dit terug, hoor. Ooit? Dat we hier uitkomen wat het is. Want ik ga dit niet mijn graf meenemen. Nee, dit gaat gewoon... We gaan dit af blijven spelen totdat we het weten. Ja. Non-stop of gewoon soms? Ik wil dit niet altijd. Ja, wel. Oh. Ik wil dit niet. Maar ik het zal niet. Wel moeten. Ja. Ik zou er geen probleem mee hebben om dit non-stop te horen. Ik ook niet, van jullie. Jongen. Nou, ik hoor je heel vaag. Heel vaag. Michiel, bedankt voor niks. Ja, nee, the usual, hè? Ja, precies. Ik wist wel die aangegeven hebben toen ik je belde. Je weet wie je belt. Ja, precies. Nou, prettig weekend. Goedemiddag. Jongen, hoe gaan we hier nou achterkomen? Rien? Dit blijft wel lekker tussen je oren hangen, hè? Nou, behoorlijk. Ja, modulatie. Als je weet wat dit is, 0909-1336 of de app van 3FM. Het is wel een... Rob? Ja, Rien. Het is wel een leuk muziekje om mee te klussen, hè? Ik zie jou helemaal in de garage. Op de maat timmer. Met de hamer en de spijker. Ja, voor je? Ja, zeker. Ja, pam. Nou, in de app ook helemaal weinig respons. Dit is heel erg James Lasterigs. Ja, hè? Dit. Ik weet zeker dat dit... Het heeft een naam als The Old Ferryman. Of een of andere Engels riverboat over de Nile. Van iets heel geks. Rien, ken je dan Who Pays the Ferryman? Ja, dat ken ik. Ja. Ja, ja maar dat lijkt je. Ja, dat is toch een heel ander genre, joh. Ja, maar dat is wel een ander genre, maar dat zit wel in dit instrumentaal. Ja, wel, maar dit zit een ander tempo, hè. Dit is, ik heb het idee dat het iets Braziliaans is of zo. Ja, dat zou ook nog zijn. Je past het doorbelaag, denk ik, weet niet, hoor. 0909-136. Is dit niet Slayer, zegt Brian? Nee. Ja, bijna goed. Nee, dat is het niet. Even kijken hoor. Ja, dit is het einde. Oh, er zit wel een einde aan. Ja, er zit wel een einde aan. Ja. In dat geval. Er zit ook een begin aan. En iemand zegt ook, het klinkt een beetje als circusmuziek. Is dit geen tapdance act? Wordt ook nog gevraagd. Als ik toch eens wist hoe hier de telefoon werkt, dat klinkt gek als een DJ. Nou, maar het is aan de hand. Ik heb precies hetzelfde. Oh. Iemand schijnt het te weten.
Ja, met Harry, dit ik je zeker. Hallo Harry, met Rob. Hey Rob zelf, goeiedag jongen. Hoe is die, hoe is die? Goed Harry, ik heb hier nog iemand uit Brabant, dat is mijn oma Rien. Oké. Ja, laat maar komen. Rien, ja Rien, dit is, moet ik even uitleggen, dit is Harry. Harry uit Diessen? Ja, goed, onthouden Rob. Ik dacht meteen aan jou, jij weet misschien wel wat dit is qua muziek. Dan moet ik even luisteren. Goed luisteren, hè? Komt die xylofoon. Ja. Ik herken hem gelijk, maar het ligt op een puntje van mijn tong, maar het komt er even niet uit, Rob. Het komt er even niet uit, jongen. Ik kan hem zo mee zingen, maar godverdomme. Ja. Ik kom er niet meer uit, jongen. Iemand zegt, kun je niet even rechtermuis op eigenschappen doen? Nee. Metadata van de MP3. Geweldig, Harry, bedankt. Ik ga je ophangen. Bedankt, ik heb in één keer een idee. Tot volgende week. Ja, kom goed. Rien, zit je achter de computer? Wat je? Zit je achter de computer? Nee, ik zit niet achter de computer. Dat kan ik wel gaan doen, maar... Ja, ga even achter de computer zitten. Ja? Je moet... Oh, dit is een goed idee. Goed, van Elisa. Ja. Ja, goed idee. Soms heb je namelijk nummers die je van een cd ript. En dan noemt de software de titel nummer 5. Ja. En dan staat in de metadata gewoon de artiest en allemaal dingen. Boah! Je moet even... Oké, Rien. Je moet de track op je computer opzoeken... Dan doe je maar hebt hem toch ook gemaild gekregen nog? Ik heb... Nee, je hebt hem op de USB-stick. Ik heb een USB-stick. Ik pak mijn laptop. Je hebt die USB-stick. Geen paniek! Geen paniek! Ik heb nu mijn Ik heb die van de USB-stick en ben al aan mezelf gemaild. Ik heb hem hier, wacht. Geen paniek! We gaan dit oplossen. Nee, we gaan dit oplossen. Ja, Rob. Rien. Als ik nou dat bestand aantik... En ik kijk dan naar de eigenschappen. Misschien dat er dan iets van codes in staan. Zo. Dat is precies wat Elisa zegt. Die zegt, als je dit downloadt, dan staat er misschien... Dan noem je de metadata. Dat is de data die meegegeven is, blind uitgesproken, blind meegegeven in het bestand. En ik heb hier de file. En ik ga nu op eigenschappen klikken. Oh ja, ja dat moet jij doen. Want dat is hem. Want het is gewoon nummer 5. Ik klik naar details. Ja. Dat staat in de titel inderdaad nummer 5. En er staat bij geen jaartal. Er staat bij dat jij het op 23 maart 2013 hebt gedownload. Of daarom toen is het aangemaakt. Ook het nummer is mee in het metadata. Nummer, er staat een 5 achter. Dus niet alleen in de titel, maar ook het nummer is meegekomen. En er staat album en albumartiest. Onbekende artiest. Nee! Maar het was wel een goed idee. Want dit zou het echt kunnen oplossen. Ja, ik vind het wel scherp voor jou. Maar ja, die Jans zijn allemaal scherp, hè? Weet je wat we ook kunnen doen, Rob? Nou? Je hebt hier vaker problemen mee gehad, maar laten we het een keer voor ons werken. Op YouTube zetten en een claim krijgen. En dat die dan wordt herkend. Dat YouTube dan zegt, hallo, hoezo heb je muziek gejat van... Je hebt weer nummer 5 gebruikt, zeker? Nee. Dit dacht ik gisteravond ook. Niks. Oh, hoe komen we hier nou uit? Hier komen we... Ja, Rien. Rob en anders. Als je nou, kun je hem ook op Spotify zetten, dan heb ik in ieder geval mijn doel bereikt en dan krijg je nog veel meer clips. Dat ik hem gewoon uitbreng nu? Nee, dat mag natuurlijk niet, want ik heb de rechten nog niet, joh. Oh. Nou, mocht er dus nog iemand luisteren die denken, ik ken dit. Oh, iemand zegt al die kleingeld. Dat is een aanknopingspunt. Ik weet niet waarom. Kunnen we Fred van Kade bellen? Ja, ik ga nu bellen. Meteen honger als ik zijn naam uitspreek. Doe de telefoon ook bij jou, of niet? We moeten wel echt even naar het nieuws ook nog en zo, ja, hè? Ja, precies, maar dat is straks ook nog. Maar dan moeten we even aan Tinus vragen of hij uitstelt dat de reclame erin gaat. We kunnen naar Mars, maar mensen fatsoenlijk bellen. Ik heb een voicemail van Fred. Fred heeft een voicemail. Oh. Freddy Addy Kleingeld? Nooit van gehoord. Mocht je nou net inschakelen en je denkt, waar zit ik naar te luisteren? Goeie vraag. Ja, dat is dus precies de vraag. Wat is dit? Oké, stop de muziek. Hier is een album van Addy Kleingeld. Ik ga alle dingen die mensen, ingevingsdingen, ga ik gewoon luisteren. Petit Soldats. Klaar, dat is mijn...
Oh ja, dat is met E-Y. Dit is me overduidelijk niet, hè? La Java. Oh, wacht, natuurlijk nummer 5 van de cd. 1, 2, 3, 4, 5, Serenade Andalusia. Als dit was, was wel gek geweest. Tweede album. Album Rijn en de Muzet. Vijfde nummer, Mon Plaisir. Nee. Dit waren alle albums op Spotify. Ah. Oké. So close. Appje van Robert Donkers. Geen idee wat hij gaat zeggen. Sorry alvast. Gebruik nou Shazam, Rob. Dan is het probleem opgelost. Nee, dat werkt niet. Precies welke track het is. Nee, Shazam hebben we al geprobeerd. Oh, daar belt iemand. En die is alweer weg. Nou, Ja, Rien? Ja? Misschien, hebben we, het voorlopig nog niet. Of voor een verzag misschien? Ja. Poolse volksmuziek, zegt Monika. Ja, wat dan? Hallo, met de radio. Hoi, met Dylan. Dylan. Hey, ik heb even een vraagje. Ja? Ik zou een beetje, ik wil wat zeggen, heel Nederland. Heeft het iets te maken met dit nummer? Nee, nog niet. Maar nee, precies. Ik heb wel wat anders. Ik heb wel eens eerder met jou gesproken en toen ging je allemaal gekke dingen zeggen. En dan heb ik eigenlijk geen zin in. Nee, joh. Dit keer is het wel leuk. Zullen we afspreken dat als het niet leuk is, ik je meteen ervan afflikkeren en dat je dan nooit meer mag bellen? Ja. Oké, zeg het maar. Ik heb een drive-in show gekocht eigenlijk. Fantastisch! Ja. En als mensen mij willen boeken, mogen ze mij op mijn website... Ja. Ja, nou hartstikke leuk. Ik kan niet wachten. En ga je dan ook dit draaien? Ja, alles. Nou, fantastisch. Ja. Bedankt Dylan, groetjes. Doei. Yo. Hoi. Iemand zegt, kun je niet opnemen en het bestand aan je oom geven? Ja, maar mijn oom heeft het bestand al. Dat is het probleem niet. Hallo, met de radio. Hallo. Hallo, met wie? Fred, die had me net gebeld. Ja, jij stuurde al die kleingeld. Ja, dat is de muzikant van Circus Rens. Oh. Schandalig dat ik het weet, maar op YouTube. En ken je dit nummer ook? Nee, echt niet. Nee! Gelukkig niet. Maar ja, het klinkt als Andy Kleingeld. Ja, ik snap het. Ja. Maar we hebben al twee albums van hem net aangeklikt. En op nummer 5 steeds gekeken. Want het is blijkbaar nummer 5 van de cd. Oh, van jongens. Van de USB-stick. Nee, ja, nee. Van iemand heeft de cd geript. En daar was het nummer 5 van. Oké. Okay. Andy Kleingeld. Ja, ik heb hier nog wel iets van Andy Kleingeld. En wat is het? De koekoekwals, ja, maar de koekoekwals, ja. Het is net zo fout, dus... Ja, zeker, maar dit ken ik wel. Maar dat is dus niet. Het is dit. Nee. Heb je van David Snel? Ik weet niet wat hij heeft gestuurd. Dat kan ook onzin zijn. Even kijken, hoor. Techniek staat voor niks allemaal. Nee. Ja, dit is 9 uur. Ik wil mijn nieuws terug. David heeft ook wel een beetje gelijk. Ja, dat is wel waar. Maar ik wil ook weten wat dit nummer is. Ja, maar dan gaan we daarna gewoon verder zoeken. Even reclame. Ja. Dan kunnen we even hergroeperen. Ja, dat is misschien waar. Kunnen we even de gewonden verzorgen in de tussentijd? Ja. Iemand stuurt een YouTube-link! Er is een YouTube-link! Tom stuurt een YouTube-link. Ik ga kijken wat hij heeft gestuurd. Even zien. Circus Rens. Dat is het toch niet? Nee, ja, Circus Rens. Ja. Lijkt er niet eens op. Dat weet ook iedereen meteen. Circus Rens. Ja, dat ken ik. Dit is Circus Rens. Ja. Want hij heeft, al die kleingeld heeft heel lang, Ja. Circus Rens. Tom, bedankt Tom. Oké, we gaan even naar de reclame dan. Snel. Laat het nou heel even schieten, Rob. Ja. We komen zo terug. Oké. Okay. Hey Rob. Ja, Rien. Blijf ik hangen? Heb je er zin in? Ik vind het aan mijn best. Ja. Van een kutavond. Wat een kutavond. Wat heb jij gedaan op je werk? Nou, we hebben heel lang naar muziek geluisterd... dat we er niet achter kunnen komen wat... Dit is. Mijn oom heeft dit ooit gedownload van het internet.
en zonder naam erbij. En die vragen zich af, wat is deze muziek? Het hoofdthema komt zo meteen, dat is met xylofoons. Of zoiets, toch? Ja, dat is wel een xylofoon, ja. En het begint nu. Dit is het muziekje wat we zoeken. Dus, Shazam en zo heeft allemaal geen nut. Hallo met de radio. Hallo met Nick. Hallo Nick, met Rob. Ja, ik heb misschien een idee wat het is, van welke zanger. Ja, of componist. Maak me gek, Nick. Nou, wat Michiel al zei, een beetje pretparksfeer. Ik vind het wel lijken op muziek van Bert Kampfert van de Indische Waterladies uit de Efteling. Daar lijkt het inderdaad op. En maar dat is... Tadapapam. Ja, nee, dat snap ik, maar wel van die componist. Ja, van Bert Kampfert. Ja, van In The Mood zal nog wel eens in de buurt kunnen komen van Bert Kampfert. Ja, ik heb nog niet de tijd gehad om alles door te zoeken van zijn... Bert Kampfert is In The Mood, dat is deze. Album. Nee, dat is In The Mood. Nee, dat is... precies. Ook wel met xylofoons en dingen en blazers. Ik snap het, ja. Bert Kampfert. Misschien heeft Bert Kampfert nog een cd waar dit nummer 5 op is. En dan zou je zeggen, Rob, waarom nummer 5? Want het is natuurlijk een... De titel was nummer 5. Dus hij heeft het van de cd geript. Dus even kijken. Midnight Blues. Van Bert Kampfert. Patricia Swing Cha Cha. Nee, het is kansloos. Vooral dat het begint met dat klappen ook, hè, ja, Joe? Ja, ja. Nog een nummer 5 van een album van Bert Kampfert. Nee, nog één. Nee. Nou, wel... Met die telefoon. Ja. Forgotten Medley. Als dat de titel is, dan word ik helemaal gek. Nee. Nog een nummer 5 van een cd. Nee. De cd. Oh, dit is een cd met een Swinging Safari. Dat is ook Bert Kampfert. Dat is dit. Dat ken je wel. Oh ja, dat ken ik wel. En dit is nummer 5. Nee. Deze dan. Dit is het helemaal niet. Nick? Nee, toch niet. Nee. Als ik hem tegenkom, dan app het zeker nog even. Ja, dat zou wel echt lekker zijn, ja. Nou, doe je oom de groeten? Of Rien, je oom denk ja, ik, of Rien, niet? Ja, Rien mijn oom, ja, zeker. Nou, doe hem de groeten en nog een hele fijne avond. Een hele fijne avond, Nick. Dit is ook niet, hè? Deze nog. Wat doe jij nou? Iemand stuurt, is het niet Mambo number 5? Ja, nee. Nou je zegt nee. Ja, nee. Ja, dat dit het kwartje is. Ja, nee. Er komt nog een appje binnen van Lies. Heb je dat al gehoord toevallig? Nee. Staan jullie blind op die nummer 5? Want misschien was het wel een verzamelcd van bijzondere componisten. En dan was het nummer 5 op die cd. Dus... Arctic Monkeys en When the Sun Goes Down op 3FM. En daarvoor nog Simeon en We Are Your Friends. Justice erbij, ja. We gaan naar de Vrijdag Feestblender. En ik krijg heel veel reacties op een liedje dat ik zoek voor mijn oom. Dat is deze muziek. En ik krijg heel veel dingen binnen. En die wil ik meteen even uit de weg helpen. Het is niet, en het lijkt er wel veel op, Bruxelles van Jacques Brel. Of Brussel was vroeger een prachtige stad. Dat hebben ze in Nederland ook gezongen, maar... Ja, dus onthoud dit. Ta, 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 ta. En wat Jacques Brel zingt in Brussel, dat klinkt wel een beetje hetzelfde. Wat is dit? C'était tout temps où Bruxelles rêve. C'était tout temps du cinéma. Dat zit. Ja, maar laat dat nou niet horen, want dan raak ik alleen maar in de war. Dat is net anders. Als je het weet, laat me weten graag voor 10 uur. Vrijdag. Faceblender.
Eerst naar de lampengasten. Jordi, Gert-Jan en Ricky. Ze maken iedere vrijdagavond 2 platen na 9 een mix voor je. Waar je U, A, E, I en O tegen zegt. Vandaag in de mix Afrojack, Eurythmics en Sweet Dreams over Control. Oeh, dat is een vette crossover. Armin van Buren, Showtech, Bla Bla, Get Loose. In de lampengasten Mashup. En Dimitri Vegas en Like Mike en Beast.
Afrojack, Eurythmics en Sweet Dreams Over Control. Armin van Buuren, Showtech, Bla Bla, Get Loose. En Dimitri Vegas, Like Mike en Beast. Woe! Wat een bak van de lampengasten. De vrijdag feestblender. Als je het wilt terugluisteren, check je Partij voor de Vrijdag, de podcast. En als je dit nu al aan het doen bent, blijf dat lekker doen. De krapper van de week. Mijn favoriete plaat voor dit moment om nog verder op de pedalen te staan is van Tim van Tol. Heet Better Days. If I tell you that the earth is round, we'll do. And no one's gonna leave before it's over. Trapper van de week, Tim van Tol, Better Days. De trapper van de week. 3, 2, 1. Laat je horen. Christina and the Queens. Je desperado de bras. Voor nog de trappen van de week, Tim van Tol. En van Tol schrijf je aan elkaar, van Tol. Better Days. En het is mijn favoriete plaat om nu lekker op te trappen als je op de fiets zit. Ik denk dat we toch even moeten een conclusie moeten doen. 3FM. Partij voor de Vrijdag. Rob van de Radio. We hadden een koffertje in de studio en daar zat een envelop in. En daar staat weer het USB-stick in. En daar stond een nummer op. En dat is dit nummer wat je hoort. Was gestuurd door mijn oom Rien en die is aan de telefoon. Goedenavond. Dag, Rob. Voor de mensen die net inschakelen, schakelen is wat eerder in. Want we zijn er echt wel een tijdje mee bezig. Die hebben het wel druk, hè? Rien, mensen zijn heel erg begaan hiermee in de app van 3FM. We hebben gehoord, is het niet Brussel van... Brussel was vroeger een prachtige stad, maar dat is het dus net niet. Nee. En we hebben al Circus Rens gehad. We hebben al mensen gehad die dachten... Is het niet iets van Schauplatte, Schulplat? Wat zeg jij nou? Ja, ik heb ook even opgezocht wat dat is, maar dat is een soort Duitse volksdans. Lijkt een beetje op tapdance, dus daarom hoor je dat... En dan moet je zo klappen met je dijen en een soort... Ja, maar ik heb ongeveer... Wat je eigenlijk hoort. Ik heb ongeveer elke verzamel-CD Schulplat al geluisterd. Daar geloof ik niks van. Is echt waar. Er zijn vast 100.000 van die albums gemaakt. Nou, ik heb in ieder geval de liedjes die 241 of in de buurt daarvan zijn. Qua lengte. Dus ik ben gewoon praktisch te werk gegaan, maar ik heb hem nog niet gevonden. Nou, Omarien, ik wil eigenlijk afspreken dat als wij weten wat het is... En dat kan prima volgende week zijn. Of de week erop. Want het kan best zijn dat iemand maandag bijvoorbeeld de podcast luistert. Dan komt altijd Partij voor de Vrijdag de podcast uit. In je favoriete podcastplatform. Plat, ik ben echt, ik weet niet wat ik heb. Ik ben aan het lullen vandaag. Maar Rob. Postkoets. Volgens mij gaat hij vertellen wat het is inmiddels hoor. Maar... Rien. Ja, Rob. Zou het ook iets van Latijns muziek kunnen zijn? Het zou alles kunnen zijn, Rien. Ik heb geen idee. Ja, ik ook niet. Nee. Ik word er helemaal gek van. Ja, meer mensen. Iedereen wordt er nu gek van. Dat is een beetje een probleem. Er wordt iets geschreeuwd. Hoor je dat? Is dat niet misschien de titel? Oh, wat zeggen ze daar? Komt ie hoor. Op rechts iemand. Hij zegt bale bale. Ja, het is Spaans. Het is een soort Spaanse... Wat zegt hij? Het is een soort, het is een beetje een soort. Ik versta bale bale. Het is een soort Spaans feest. Of Italiaans, kan ook. Of van die vrouw met die hele grote rode rokken met van die. Zou hoe dit heet niet die? Een soort castagnette zijn wat je hoort in het begin? Ja. Ja. Hoe heet zoiets? Castagnette. Die gaat sneller. Castagnette schrijf je, maar ja, dat is het gaat niet. Sneller, dat gaat sneller, ja. Tik. En dat zijn hele knippen. Dit zijn meer handen. Ja, nou. Mijn idee is, Rien, dat we... Ik zeg Italiaans. Bale, bale. Dat we hopen dat iemand in de Partij voor de Vrijdag de podcast... die iedere maandag online komt, die dit luistert... die denkt, ja, maar dit ken ik gewoon. Maar dat heb ik pas nog in handen gehad. Nou. Nog een appje van Patrick. Ik speel dit weer blind af. Hey Rob, kunnen jullie niet José van de Spaanse tapas bar bellen? Misschien weet hij welk nummer dat is. Goedjes. Dat is wel echt een goed idee. Ja, dat is wel echt een goed idee natuurlijk. Dat is echt een goed idee. Ja. Die deed hier vroeger altijd het Geen Fiddelied. Ken je hem erin? Ja, wie? José van de tapas bar de Spaanse peperbus. Nee, die ken ik niet. Nee. Er was altijd een liedje en dat ging zo. Daar hoor je hem zingen, luister maar.
Er staat helemaal geen file. Niemand zit je op de hielen. Rij maar lekker met je wielen. Stel naar huis voor dit tortilla. Rij maar, rij maar, rij maar, rij maar. Rij maar, rij maar, lekker door. File is er voor de pielen. Want het is al lekker hoor. Je kunt nu snel weg naar je vrienden. Het is tijd om nu te gaan. Maar onthoud na die drie keer, ja, laat je de wagen wel aan staan. Die heeft een tapasrestaurant in Hilversum, dat heet de Spaanse Peperbus. En die vertelde altijd dat er geen files waren. En die komt een beetje uit die kont rijden. Dus, hallo, José. Ja. Hallo, ja. Geen avond is er met de José van de Spaanse Peperbus. Goedenavond, hallo. José! Hey, Robby! Zeg, Ik ga nog aan de telefoon. Bale, bale, bale! Ja, precies. Wat is, weet jij misschien wat dit is? Ik heb er geen idee. Wat is dit? Ja, dit is een mooie muziek, is een mooie muziek. Ja. La 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 la, is lekker zingen, is lekker met alle klappen in de handen. José, Rien José. Ja, hallo Rien, ze met een José. Hoi, José. Ja, ik snap ook niet waar we in balans zijn, Rien, maar dit is blijkbaar mijn werk. José, wat is dit? Help ons uit de brand. Zet nog een keer aan voor José. Rob, ik denk dat ik het weet. Dat ben je niet, je bent. Wat is het? José, ik probeer aan het rood te starten. Het komt helemaal goed, er is niet. José. José, ik denk dat hij weet. Ik heb geen idee. Heet hij zo? Geen idee? Nee, zo weet hij niet. Oh. Ik heb geen idee. Nee. José, ik denk dat hij niet weet. Nee, dan schrijven we dat op. Bedankt. Oké, bedankt. Rotje. Rien, we gaan hierop terugkomen. Dat is goed. Ik ga ik intussen verder met klussen met deze muziek. Vind je dat goed? Dat is goed. Klusmuziek van Omarien. Check het in de Partij van de Vrijdag, de podcast. Als je nog eens later deze week terug wil luisteren. En dat kan ook op YouTube. Iedere maandag om 4 uur 's middags zijn we er gewoon. Met een nieuwe kijkaflevering. Groetjes, Rien. Houdoe. En een groet aan Tante Jo, hè? Ja, doe ik. Jo. Hoi, hoi. Houdoe. Ik weet gewoon wel wat dit is. Dit is Tim Burke in de Avicii remix. Ook een redelijke... persoonsverwarring. Bromance op 3FM. Vrijdagavond gas geven! Celeste, stop this flame. Precies! Oh, je had even een hapje genomen nog van iets. Ik was helemaal aan het gebaren dat je even moest afkondigen. Maar ik kon het gebaar voor afkondigen even niet herinneren. Dat was dus dit, deed ik dit. Zo, praten met mijn mond. Ik denk ja. Ja, dat ging goed. Goedenavond, het is Partij voor de Vrijdag. Als je nu net inschakelt, is het beste tijdstip. Dan heb je al die onzin gelukkig gemist. Ja, nu gaan we over naar het serieuze gedeelte. Ja, dit is ook een YouTube-aflevering. Een YouTube-serie, een YouTube-programma. En onder deze aflevering kun je reageren. In de comment-sectie. Sexy. En iedere week op maandag om 4 uur, dan komen we daar op terug. Dan komen we bij die ingekomen stukken, zo noemen we het. En dan komen we daar bij op. Dan reageren we daarop. Nee, dat doen we nu. Jij zei maandag 4 uur. Als je, ja. Dan zie je ja. Het van vorige week. Ja, oké. Okay, ja. Wanneer we dit opnemen is natuurlijk niet relevant. Nee. Pieter de Bode! En de post komt bij de Bode uit. En die heet in dit geval toevallig Pieter. En die gaat het even doornemen. Zeker weten. Begin met Tom. En die zegt, weet je wat het venijn is van die podcast? Want dat maken we er ook nog van. Het is ook nog een podcast. Met allemaal backstage dingen. Die je niet op de radio hoort. Exact. En hij zegt, jullie sluiten zo vaak zogenaamd af... dat ik nu zelfs doorluister tot Spotify automatisch een andere aflevering start. Ja, dat snap ik wel, ja. Er komt ook een appje binnen van Wouter die zegt... komen er ingekomen stukken nog? Ja. Je zit er middenin! Arjan. Oh. Arjan die zegt... Hoi Rob, ik speel nu de slimste mens tegen jou. Oh ja. Speel je dat op je telefoon nog of zo? Ja, dan? Klopt. En dan kun je jou toevoegen... onder Rob van de radio. Ja, maar liever niet. Nee, oké. Je schrijft het gewoon zoals je zegt. Nee, want ik heb eigenlijk me bedacht om het niet meer te doen. Want het is echt... ik verzaak een beetje. Ik heb dit vorig jaar zomer een keer gedaan. Zei ik, hey, ik ben Rob van de radio. Ik wil graag met iedereen de spelletjes slimste mensen doen. Nou, dat heb ik geweten. Ja. Hoeveel deelnemers had je? Echt, nou, in ieder geval bijna 100. Oh, echt? En toen moest ik een soort simultaan schaken. Maar was je toen wel de slimste nog? Je moest, nou, sommige keer, ja. Oh. Ik ben best wel goed in. Mensen die dat maken op tv en die luisteren nu, denken, hey, die Rob moet vrienden. Nee, daar ga ik het nu even over hebben. Ja.
Hoi Rob, zegt hij, ik speel nu de slimste mens tegen jou. En ik vroeg me af of jij in een aankomend seizoen zit die vanaf 13 juli van start gaat. En als je er niet in zit, moeten wij als partijleden bij de KRO en NCRV een petitie aankaarten om jou in de slimste mens te krijgen. Oh, pardon. Ik had al voor mijn beurt gepraat. Ja. Ja. Je zit er niet in en je wil gepetitieerd worden. Weet ik niet. Zit ik er niet in? Weet ik niet. Zit je er wel in? Zit ik er, weet ik niet. Nou ja, bui. En weet ik niet. Zit Rob van de Radio in de slimste mens? Dit seizoen, ja of nee? Ik heb geen idee. Ik denk het niet. Had ik het wel geweten, toch? Zit te eten? Had ik het wel geweten. Ja. Zo ga je nu chips eten? Zo lekker. Okay. Wat is dit voor... Nee. Okay. Oh, afleiding, hè? Stop de muziek. Rob, ben jij gevraagd om mee te doen met dit seizoen van de slimste mens? Nee. Oh. En je hebt ook nog geen opnames gedaan of zo? Nee. En je hebt jezelf ook niet opgeworpen als kandidaat? Jawel. Oh. Iedere keer als ik de kans krijg, als het erover gaat. Maar nee. Ik ben namelijk heel goed. Zal ik even live iets doen? En op, kan ik je laten zien hoe goed ik ben? Of laten horen? In de app van... ja, laten horen. Ga je dit nu echt doen? Slimste mens hier. Slimste mens app. Even kijken hoor. Hier, allemaal uitnodigingen nu. Oké, nou. Finale. Speel de finale, startfinale. Wat weet je over de lumpia? Nou, dat die is gefrituurd. Het is gewoon goed. Ja. Dat je dat een rolletje is. Ben je nu aan het typen? Dat is fout. Ik ben aan het typen, ja. Oh ja. Ik heb zin om te helpen, maar dat is niet dat het Vietnamees is. Die heb je ook, Vietnamees lumpia. Vietnamees. Ja, die is ook goed. Wat nog meer? Dat er kip in zit? Er kan kip in zitten. Nee, pas. Oh, dat was zoetzure saus. Saus, ik wilde ook saus zeggen. Snack, vulling en filo deeg zochten we nog. Oh, leuk, filo deeg. Ja. Nou, ik vond het niet maar heel erg. Maar het is thuis altijd makkelijker. Ik Nou, ik ben blij dat de mensen van KRO en NCRV niet aan het luisteren zijn nu. Prachtige omroep trouwens. Petitie aankaarten. Nou, Arjan, mag je er zin in hebben, doe het vooral. Philip, succes. philip.frerix@kronncv.nl Dan Dennis nog, laatste van vandaag. Zegt, hey Robbie, Pieter en Liedeke. Dat is niet helemaal goed geschreven. Dat is namelijk... L-Y. Partijlid Liedeke. Ja, ik heb op YouTube als comment geschreven hoe je dat schrijft. Ja, L-Y-D-E met een streepje C-K-E. Ja, je schrijft het dus niet zoals je het zegt. In tegenstelling tot Rob van de Radio. Je schrijft het gewoon zoals je zegt. Schrijft L-Y-D-E-C-K-E met een streepje naar links. Ik ga even door naar Dennis. Die zegt, ik reed deze week naar een niet nader te noemen pretpark in een polder vanuit het diepe zuiden. Onderweg was ik naar de podcast van Partij voor de Vrijdag aan het luisteren. Maar uiteindelijk zat ik dus van pakweg Utrecht tot Flevoland te luisteren naar de zin. Ik kan het bijna niet geloven, maar... En dan iemand die zei, maar wat? Kortom, jullie hebben echt voor een topochtend gezorgd. Bedankt. Was leuk. Was ik toen al weg of zo? Ja, was al weg. Maar hoe lang zijn jullie wel niet doorgegaan? Want ik zag ook allemaal mensen met een kerstboom voor het raam. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, de kerstboom voor het raam op mijn Instagram, Rob van de Radio. Je schrijft het gewoon zoals je zegt. Dat is, zit allemaal in de podcast. Nou, vorige keer was de aflevering zelf 50 minuten of zo. En de podcast zelf, het podcastdeel, heeft ervoor gezorgd dat de podcast om te luisteren 1 uur en 60 minuten was. Dus dat was zo. Er stond er echt 1 uur 60 minuten. Okay. Waarom staat er dan niet 2 uur? Ja, vond ik ook gek. Ik heb ook nog iedereen uitgenodigd om op de koffie te komen. Ja, dat is ook een heel dat was een gekke podcast. Project X krijg je dan, hè? Mm-hmm. Tom heeft nog een appje gestuurd. Ja? Ben je wel een keer benaderd voor de slechtste chauffeur van Nederland? Ja. Oh. Ja, maar echt? Dat zegt hij toch? Ja. Ik heb een keer werd ik gemaild. Hoi. Ik dacht, oh, iemand van televisie. Ja. Ik ga helemaal klaar zitten. Ik doe mijn broek uit. Daar gaan we. Of ik mee wilde doen aan de slechtste chauffeur van Nederland. Maar, dat is toch niet echt waar, dit? Is echt waar. Maar waarom? Dat weet ik niet. Iemand heeft jou aangemeld daarvoor. Nee, ik kan heel goed autorijden. Ik heb nog nooit bij jou. Jawel. Ja. Ja, gaat prima. Liedeke. Heeft ook wel eens bij een auto gezeten. Kan ik beamen. Niet dat ik in één keer zo... Zo toch? Er ja, zijn mensen, wel, maar er zijn mensen in het programma... die weten dan niet meer wat ze moeten doen. En dan doen ze hun ogen dicht. Ja. Dat is echt gevaarlijk. Maar in de auto. Dat moet je echt niet doen. Maar er zijn ook mensen die vinden het eng om auto te rijden. En die lossen dat op door het gaspedaal heel diep in te drukken. Ja. Of gewoon zo je armen omhoog. Ja, en je ogen dicht. Dat is niet dat doen. Is toch dom? Ik heb een keer de producent gesproken daarvan. En die zei, ja, ik heb een probleem. Ik kan de allerbeste promo ter wereld maken voor het nieuwe seizoen. Maar iedereen gaat niet geloven dat het echt is. Ja.
Want er was gewoon bij de eerste opname die ze deden, was een jongen. En die blode wel een beetje veel, geloof ik, of zo. Ja. Maar lang verhaal kort einde. Die werd door een compleet arrestatieteam uit die auto gesleurd. Honden erbij, alles erop en eraan. Oh. En het gebeurde gewoon live daar. Ja, het was niks aan gestaged. Nee. Ruben Nicolai niet een keer aangegeven tijdens dat programma? Maar echt heel kritisch. Maar dat is volgens mij ook niet heel kritisch. Nee, maar ze hebben daar alles uit. Moest wel even de ambulance bellen, toch? Ja, om te kijken of die oké was, toch? Het maakte een smak. Tering. Ja. Maar ja, dat is ook een beetje de grote verzoek als je dat gaat presenteren. Ja, en dan aan de kant gaat staan waar de auto naartoe rijdt. In de buitenbocht. Ja. Dat is niet slim. Moet je niet doen. Dat waren de ingekomen stukken voor vandaag. Precies. Zijn we nog op de radio? Ik denk het wel. Ja. Dat wist ik niet. En Luc is nog onderweg hier naartoe. Nee, Luc is onderweg, want die gaat zo meteen de dansbar openen. Dus blijf lekker hier. Draai de nieuwe van Fantasy. En als je denkt, hij zingt de hele tijd hetzelfde, is dat een nieuwe trend? Ja, hij zingt de hele tijd hetzelfde. En is dat een nieuwe trend? Ja, dat zou je kunnen zeggen, want dat ging bij het volgende nummer ook al zo. Dus hij zingt het iedere keer hetzelfde. En ik denk dat het een nieuwe trend is. Maar het zit een beetje in de Fantasy. Dus als je denkt, hij zingt iedere keer...